En wie van jullie drieën begon over K3? Wie zei... wie durfde op een gegeven moment na een paar biertjes te zeggen... Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk een excuus dit keer, hè, om een plaat te pakken. We zijn gevraagd voor een programma, Vlaamse televisieprogramma, waarin een Nederlands artiest een Vlaams liedje doen, een Vlaams artiest een Nederlands liedje. En we kregen een lijstje en er stond K3 bovenaan. En toen dachten we, ja, dat is wel heel vet, zeg maar. En voor de rest was er eigenlijk niet zoveel in het lijstje, dus... Wist je helemaal niet wat het was? Cluzo had het al gedaan. Ik ben altijd een manager. Ik moet je heel even onderbreken, want we krijgen een belangrijk telefoontje. Oh, maar Joff? Nee. Jammer. Het is de baas van Studio 100. Het is Gert! Ja! Nee, hoor. Hey, Gert! Ja hoor, daar is hij. Welkom in de middagshow. Dankjewel. Wat leuk. Oh, wat leuk. Ja, leuk. Ja. Het is nu al leuk. Oh, hebben we nog niet gezien. Ja. Dat kan Yuki ook al. Ja, Gert, we zijn zo ontzettend benieuwd wat jij vindt van Oh Ja Lele van Criss Cross Amsterdam. Oh, ik vind het geweldig. Ik ben er helemaal gek van. Ja, want we hebben hier een tv-programma dat heet Tulpen uit Antwerpen. Daar zat het in. Het komt later op het jaar in Nederland ook op tv. En daar heb ik het voor de eerste keer gehoord. Dus dat is bedoeld dat Nederlandse artiesten Vlaamse nummers coveren. Ja, en mijn bek viel open. Ah, echt waar. Lief. Ja, dat is een heel mooi compliment. Welke versie is beter? Beter het origineel of die van Criss Cross Amsterdam? Ja, we luisteren. Ja, ik moet natuurlijk zien dat ik hier straks nog in mijn eigen bedrijf binnen mag. Maar nee. Nu, ik hou er ook vanuit dat niemand in België luistert naar dit programma. Dus veruit die van Criss Cross Amsterdam. Nederlandse K3, hè, dit? Ja. Met dit. Ja.